Ik heet jullie van harte welkom. We gaan volgens mij een heel praktische dag in. En Agnes is nog aan het tekenen, dus het duurt nog even voordat we zijn getekend. Zullen we dan nu Agnes... Nee, nog niet? Ik denk... Ik wil even meters maken, want we hebben een vol programma. Hans? Jij komt zo weer aan de beurt om 10:50 mag je weer de diploma's uitreiken. Nou, in ieder geval iedereen welkom. We hebben even vandaag een programmaatje opgesteld. Is ook bij de uitnodiging verstuurd. Nou ja, Ludolf heeft namens de stuurgroep van, onze werkgroep de welkomstwoord gedaan. We hadden Hetty Klavers gevraagd. Die was hier vorige keer, de vorige keren was hij hier altijd aanwezig. Maar die was helaas verhinderd. Ik ga beginnen dadelijk met een verhaal over de producten die wij hebben opgeleverd. Conform de eerdere opdracht. Mark, waar zit je? Die gaat, hier zit Mark. Die gaat wat vertellen over, over de toets voor onze senior dijkwacht. En daarna gaan we wat workshops doen. En we hebben die dadelijk drie plekken. En dan gaan de leden van de werkgroep gaan met jullie even wat workshops doen. Met name over het beheer, implementatie, uitbreiding en nieuwe ontwikkelingen. En op het eind starten we nog even met de terugkoppeling van de workshops. Kijk wat hebben we eruit gehaald en hoe gaan we in de toekomst om met het beheer van de producten. Even terug, ik denk dat we een jaar of 4, 5 geleden zaten we hier met name bij Rivierenland en ook bij andere waterschappen, Drentse Overijssel Delta, met het probleem dat iedereen het eigenlijk maar een beetje op zichzelf deed. Iedereen was zelf opleidingen aan het ontwikkelen. En uiteindelijk wouden we daar eens kijken, van, kunnen we daar niet gezamenlijk iets in gaan betekenen. Ook de zorgplicht kwam er later achteraan. En de zorgplicht vraagt om aantoonbaar bekwame medewerkers. We kwamen in gesprek met mensen die op de opleiding zitten, op de Hogeschool van Arnhem. Dat was de eerste, Floor, weet jij nog hoe ze heet, Floor? Voor Thijssen, nou ja, die kwam met allerlei nieuwe lesmethodes en je moet het veel interactiever doen. Nou, dat was op zich voor ons ook wel een aanleiding om op die manier les te gaan geven. Nou, Mark heeft het verder als in zijn stageperiode het verder volmaakt. Dat was de aanleiding. En uiteindelijk werkt het kosten besparen natuurlijk. Nou, even het verschil tussen een hoogwater en een reguliere inspectie, want die vraag krijg ik heel veel te horen. We hebben een opleiding, of wateropleidingen. Heeft een opleiding tot inspecteur waterkeringen. Nou, wat is nou het grote verschil? Nou, ik heb het hier een beetje opgeschreven voor Rivierenland. In de normale situatie hebben we ongeveer 1000 kilometer aan waterkering te inspecteren. Nou, in een hoogwatersituatie alleen onze primaire keringen. Nou, dan praten we ongeveer over 500. Regulier doe je het gemiddeld met 6 personen, alleen onze dijkbeheerders plus assistent. Nou, in een hoogwatersituatie zitten we met 162 man voor 1 shift. Nou, de duur, hè, dat moet bij een hoogwaterinspectie natuurlijk heel snel. Dagelijks 2 keer inspectie en ook gelijk een diagnose, prognose en uiteindelijk eventueel het uitvoeren van de maatregel. Nou, regulier heb je daar gewoon meer tijd voor. Dan kijken we naar de kennis. Reguliere inspectie doe je natuurlijk met mensen die opgeleid zijn. En hier bij ons zijn het opgeleide leken. Die een cursus van ons krijgen, een examen, maar toch die dijk op moeten en het eigenlijk maar 1 keer per jaar doen. Nou, verder het risico, stressfactoren, risico hoog, hoog stressfactor bij hoogwater. En die zijn wat lager bij regulier. Nou, dat is een beetje het verschil tussen deze twee inspectievormen. Kort even de projectgegevens. Nou, Ludolf had al gezegd, we vallen uiteindelijk onder de provincialisering inspectie waterkeringen. We zijn met 6 verschillende waterschappen vertegenwoordigd in de werkgroep nu. Defensie zit er ook bij. Nou, het doel is duidelijk, hè? We willen een aantoonbaar bekwame organisatie zijn. Stoma heeft het via de PEW gefinancierd, een aantal producten. En die kennis hebben we ingekocht met name bij de Fugo, maar ook Deltares heeft aan de voorkant veel input geleverd. Tot slot, Stichting Wateropleiding heeft met name de cursus ontwikkeld en ook de certificering. Even kort de leden van de stuurgroep. Ja, onze afdelingshoofdcoach is helaas met vakantie vandaag. Hij kon ook hier niet aanwezig zijn, vandaar dat Ludolf namens de stuurgroep even de aftrap mocht doen. Ik zie dat ik een end vergeten ben bij Rijn en IJssel, sorry daarvoor. Niet bewust. En er zitten ook met name mensen ook van Rijkswaterstaat hierin zitten. Nou, de werkgroep, ik mag voorzitter zijn.
Alice voert al jaren ons secretariaat met grote tevredenheid. Communicatie was Carmen Molenaar van Rijn en IJssel. Maar helaas had hij eigenlijk nooit tijd om bij overleg aanwezig te zijn. Dus we hebben daar nog een vacature voor. Nou, verder zijn de zes waterschappen hier aangesloten en iedereen is hier aanwezig. Stefan hier van Schieland-Krippenwaard, Marjolein van Hollandse Delta, André van werkt bij AMA's, maar hij zit namens Defensie. Ronald zit hier namens AMA's. En ben ik dan nog iemand? Ruud, ben ik nog vergeten. Waar ben jij, Ruud? Hier, sorry dat ik helemaal over je heen kijk. Je zit er ook zo dicht op. En Freddy, natuurlijk. Freddy Schutte van Drentse Overijssel Delta. Nou, wij zijn eigenlijk al jaren bezig om de producten te ontwikkelen. Even kort nog op het rijtje. Dit was onze opdracht. Ik ga er niet langs, want ik ga het gewoon even met dia's even laten zien wat wij ervan hebben gebrouwen. Dan begin ik met de uniformering. We hadden in het begin een discussie van wij hebben een dijkwacht, bij ons heet die patrouilleloper en wij hebben weer een andere naam. En uiteindelijk hebben we gezegd nee, het proces is voor iedereen hetzelfde. Je begint met waarnemen. Als je een waarneming hebt gedaan, ga je de waarneming diagnosticeren of prognosticeren. En vervolgens kunnen er een reparatie of een noodmaatregel uitvolgen. Nou, daar kan je dus een aantal rollen onder hangen. Ik zat vanochtend nog even te kijken, we hadden daar bij dijkwacht ook nog junior staan. Maar daar zijn we van afgestapt, dus ik heb er even standaard dijkwacht van gemaakt. Maar ik wist even niet welke woord ik daarvoor moest bedenken. Nou, verder hebben we specialisten en voor alle rollen hebben wij opleidingen gemaakt. Registratie, ook een product die wij hebben vervaardigd. We hebben een aantal formulieren gemaakt. Dit is de voorkant van de formulieren. En we hebben een zevental verschillende type formulieren met vragen erbij. En de vragen leiden tot punten. En de puntenscore leidt eigenlijk tot een urgentie van het schaduwbeeld. Nou, we hebben onder meer beschadigingen, uittredend water en vervormingen. En zo zijn er ook nog kunstwerken. Nogmaals, zeven verschillende formulieren. Sommige waterschappen hebben hier ook een app van gemaakt. Waardoor je gewoon makkelijk op de dijk je schadeformulier kan invullen. Fotootjes erbij, versturen naar het dijkpost en de diagnose kan beginnen. Formulieren worden ondersteund met het handboek dijkbewaking. De meeste waterschappen hebben dit handboek ook aangeschaft. Weer altijd op zakformaat. Het is de vierde uitgave inmiddels. En dit keer met het logo van dijkbewaking eronder. En STOA heeft het boekje uitgegeven. En hier even de inhoud. En je ziet dat de inhoud aansluit bij de formulieren. Dus als een dijkwacht buiten een formulier in moet vullen en hij zit even met de vraag, kan hij het handboek pakken om de vraag nog even nader te bekijken wat daarmee wordt bedoeld. Of voorbeelden te zoeken. Opleidingen. Nou, belangrijk bij opleiding is inderdaad in eerste instantie leerdoelen bepalen. Nou, daar hebben we eerst best wel veel tijd aan besteed. En vervolgens hebben we de opleiding gemaakt voor de dijkwacht, de basisopleiding. Als laatste is de opleiding voor senior dijkwacht gemaakt, met ook een certificaat. Daar gaat Mark dadelijk wat meer over vertellen. Opleiding voor diagnose, prognose en uitvoering. Ze staan allemaal op de wiki-site. Nou, dit is het waarnemen voor rivierkeringen. We hebben voor zeekeringen, meerkeringen en regionale keringen. Aparte opleidingen, afhankelijk van het waterschap. Processtap, diagnose, prognose en uiteindelijk de uitvoering. Certificering. De eerste certificaat, wij adviseren, het hoeft niet, maar wij doen het wel als waterschap. Wij geven al onze mensen gewoon een certificaat. We geven ze ook een examen. Ook die examens zijn door Stichting Wateropleidingen gemaakt, maar worden door het waterschap zelf afgenomen. En dan kan je dus... Dit is een voorbeeld van een certificaat die wij uitgeven aan de dijkwachten die uiteindelijk met goed gevolg het examen hebben afgelegd. Het volgende verhaal dadelijk door Mark, die gaat dieper in op de certificering van de senior. Wat wel gezegd wil worden, op het moment dat seniors zijn gecertificeerd, dan zijn ze gecertificeerd voor alle waterschappen. Dus op het moment dat een waterschap een aanvraag doet voor hulp,
dan zullen wij als waterschap in eerste instantie de senioren sturen. Het voordeel is dat wij weten dat ze bekwaam zijn. Het ontvangende waterschap weet ook dat ze ook bekwame mensen krijgen. Een soort keurmerk. De andere punten, train de trainer. Nou, dat is een cursus die eigenlijk al bestond bij wateropleidingen. Nou, wij gaan binnenkort als werkgroep gaan wij deze cursus ook volgen. Het idee is dat, tenminste bij ons leeft het idee om dat wij zelf onze dijkwachten opleiden. En het niet aan externe overlaten. Waarom? Op het moment dat er hoog water is, heb je ook nog de mogelijkheid om snel mensen op te leiden. Zonder dat je in de markt hoeft te gaan putten. Communicatie. Regelmatig hebben jullie nieuwsbrieven ontvangen van ons met de voortgang van het project. En dit is inmiddels de vierde, volgens mij landelijke bijeenkomst, vierde of vijfde landelijke bijeenkomst van de werkgroep. Borging is iets waar we op het eind met jullie over willen praten inmiddels de workshops. Hoe gaan we onze producten nu voor de komende tijd vasthouden en beheren? Nou, hoe ziet de wereld er nu uit? Nou, wij merken toch wel dat ook weer de opkomst, dat de meeste waterschappen toch wel aangehaakt zijn bij de producten. En we hopen dat ze ook binnenkort afgenomen worden. De meeste producten zijn op de weekend noodmaatregelen. Daar wil ik heel even naar kijken, waar jullie ze kunnen vinden. Nou, voor de rest vallen we ook als één kolom binnen de crisisbeheersing waterkeringen, samenwerking daarvan. Daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. En wij zijn bezig om met de wiki-noodmaatregelen een eerste aanzet te geven tot de validatie van werkinstructies. Wij gaan zelf als werkgroep geen werkinstructies opstellen, maar we willen wel als werkgroep de werkinstructies die er zijn valideren op toepasbaarheid, menselijk handelen en eventueel op constructies. Dat de constructie sterk genoeg is als je de noodmaatregelen conform de werkinstructie hebt gemaakt. En we hebben 2 weken geleden op donderdag een zandzakkenconstructie getest en die was uiteindelijk bij overlopen bezweken. Maar ja, dat zegt voldoende voor ons dat we een andere constructie moeten gaan maken. En uiteindelijk is de bedoeling dat als ons stempel erop staat, dat je die noodmaatregelen ook kan gebruiken en ook veilig is. Je hebt hem inmiddels, Stefan? Nou, als je even hier rechtsonder hier naar beneden wil scrollen. Dan hebben we hier een tegel. Hier staat de werkgroep. Als je daar even op wil klikken, dan kan je al onze producten vinden. En ook de producten die er nog. Er moeten nog een aantal producten opkomen. Linksonder staat producten. En daar vind je alle cursussen, formulieren, handboek, et cetera, staan. Je ziet het hier. Lesmateriaal waarnemen. Tot het handboek dijkbewaking. Nou, uiteindelijk is dat ook weer de omgeving waarin wij onze producten kunnen ontsluiten. Ja, dat duurt te lang, Stefan. Zet maar weer, als je wil, naar de presentatie. Nou, en daarna moeten we natuurlijk overgaan naar de beheerfase. Maar daar gaan we zo op in. Even de crisis expertise waterkeringen. Nou, je ziet hier in het midden staat onze kolom, professionalisering dijkbewaking. Naast de WTEC van Defensie en de waterschappen, de crisis-expertteam waterkeringen. Je hebt hierna een bijeenkomst. Er zitten wat mensen bij die uitgezonden kunnen worden. De wiki en nog het handboek crisismaterieel waterschappen. En als eerste de incident observatory protocol. Dat is iets met het buitenland, dat we daar ook van kunnen leren. Nou, het doel staat duidelijk. Hè? We kunnen met elkaar gewoon veel meer bereiken dan elk onderling initiatief apart. Tot slot, in de beheerfase. De huidige leden van de beheergroep hebben aangegeven in ieder geval nog door te willen gaan. Ik heb met de stuurgroep afgesproken dat we een roze van aftreden gaan maken. We willen natuurlijk niet allemaal tegelijk gaan aftreden, maar we willen dat op een geleidelijke schaal doen. Met een maximum van elk werkgroeplid van 5 jaar. Dus ik wil ook een dringend oproep doen naar andere mensen die eventueel lid willen worden van de nieuwe werkgroep die in de beheerfase gaat werken. We gaan dadelijk de workshops doen. Ik heb ze hier nog eens keer opgezomd. En ik weet niet, zijn er vragen? Verder? Nog over onze producten? Nee? Dan wil ik nu het woord geven aan Mark.